Hoi, hier is Wouter. Welkom bij deze video. Weet u nog mijn video van vorige week? Dat ik eten had besteld bij David. En dat ik een beetje zat te klagen over de patat. En dat de chocomelk niet was aangekomen. Dus dat ik een beetje zat te klagen. Nou, dat is natuurlijk niet zo leuk voor het bedrijf. Maar ze hebben het wel weer goed met me gemaakt. Want vandaag kwam er een bezorger voor mijn deur van bij David. En ik kreeg een gratis milkshake. Om het weer goed te maken. Want ze hadden mijn YouTube video gezien. Dat ik zei was aan af te kraken natuurlijk. En om het goed te maken hebben ze mij een gratis milkshake gegeven. En ik mocht ook met de bezorger op de foto. Ik zou maar zo zeggen, vergeven en vergeten. Want weet je wat het is? Iedereen maakt fouten, dus hun maken ook fouten. Dus dat moet ik zo niet te kwalijk nemen. Maar goed, een gratis milkshake. Daarmee vergeef ik ze wel. En ik ga eens even kijken welke milkshake dit is. Dan ga ik het even proeven. Kijk, je dat ding erin? Ja. Dit is een milkshake vanille volgens mij. Ja, dit is een milkshake vanille. Een hele goede smaak. Lekker koud, zoals een milkshake hoort te zijn. Dus ik heb niks te klagen. Het is een hele goede milkshake. Ik geniet ervan. Dus ik zou zeggen, bij David, het is allemaal vergeven en vergeten. En waarschijnlijk kom ik nog wel vaker bij jullie bestellen. Goed. Ik bedank jullie voor het kijken naar deze video en tot de volgende keer. Doei, hier gaat Wouter.